Goedenavond, mensen van Herent en ver daarbuiten. Welkom op dit kerstconcert, op dit traditioneel kerstconcert van gemeenschapscentrum De Wildeman. Wij zijn het ensemble Transport Publiek. Dat zijn Gesina Rietmeijer op de grootbas, Annelies de Kok, barokviool en Dimos de Beun op orgel, clavecimbal en blokfluit. En ikzelf ben Thomas Batté en ik speel de viola da gamba. Wie er vandaag helaas niet bij is, is Griet de Geiter, die normaal gezien met haar warme stem dit kerstprogramma zou hebben vervoegd. En ze is jammer genoeg acuut geveld door een keelontsteking. Wij profiteren ervan om jullie kennis te laten maken met instrumentale muziek uit de 17e eeuw voor en rond Kerstmis. En het eerste werk dat we gaan spelen is een trio-sonate van Dietrich Buxtehude, een organist uit Lübeck, in het noorden van Duitsland. En Buxtehude was al een oude man toen de piepjonge Johann Sebastian Bach helemaal vanuit Eisenach gewandeld kwam om les te komen volgen bij de beroemde Buxtehude. En Bach kwam niet alleen omdat hij les wilde krijgen van de beroemde organist, maar ook omdat hij geïnteresseerd was in de opvolging, in de post van organist in Lübeck. Hij was daarin geïnteresseerd tot op het moment dat hij vernam dat de traditie wilde dat hij dan ook met de dochter van zijn voorganger zou moeten trouwen. Thank you.
Thank you.
Dit waren drie composities van componisten uit de Lage Landen. Variaties op kerstthema's. O heilig, zalig Bethlehem. In een versie van Guillermus Missaus, een Antwerpse kapelmeester. En variaties op hetzelfde thema van de Arnhemse componist Gisbert Steenwijk. Daarna volgde een orgelsolo van de bekendere componist Swelink. En we gaan nu verder met nog muziek die hier weer klonken heeft in de Lage Landen, namelijk met vioolvariaties van Anthony Poole. Anthony Poole is natuurlijk een Engelse naam, maar het is een componist die in het midden van de 17e eeuw in Sint-Omaars, in Frans-Vlaanderen, woonde en werkte en dus hier met zijn viola da gamba de contrajen onveilig maakt. Annelies speelt een reeks variaties voor viool van Anthony Poole. En dat wordt gevolgd door een anonieme bewerking van het bekende kerstlied O Kerstnacht, schoner dan de dag.
Dat was nog meer werk van Antonie Poel. En daarvoor natuurlijk het bekende Duitse kerstlied Is ein Roos entsprongen in een zetting van Michael Pretorius. En van diezelfde Pretorius hoort u nu een courante, die ook bij ons bekend is als Herders laat u bochtkens en schapen. Die wordt voorafgegaan door een blokfluitsolo, muziek van Jan van Eyck. Jan is een schilder natuurlijk, Jacob van Eyck. En daarvoor het traditionele lied In een huis, daar woonde niemand.